Het onethische karakter van deze samenleving wordt steeds erger. Zo reageert jurist Jennifer van Dijk Silos nadat een privé voicebericht van haar uitlekte. Dit bericht ging viraal en bereikte zelfs de pers. Van Dijk legt uit dat zij geen interview heeft afgestaan aan de media. Uit goede trouw zou zij na de uitspraak van kantonrechter Revita Chatterpal in de zaak van Akin Botto een privé voicebericht in een emotionele opwelling hebben verstuurd naar iemand die vervolgens dat bericht doorstuurde met het noodlottige gevolg. Ik denk dat we echt iets moeten doen, iets moet gebeuren in deze samenleving. Ik denk dat politieke partijen die de lead hebben genomen met oorlogen op de social media, dit zijn de uitspattingen daarvan. En daar moet die correctie weer plaatsvinden. Ja. De leden van ons, de politieke partijen van ons, moeten social media niet meer gebruiken als oorlogsveld. Dat ook gebeurt, dat weten we allemaal. En dat gebeurt niet nu pas, dat gebeurt al jaren. En dan wat er dan gebeurt, is dat de hele samenleving, ik denk dat dat is het model van hoe je social media moet gebruiken. Ja. En ergens ben ik blij dat SDVS mee de ruimte geeft om uit te leggen dat het een politie of een voice note is. Ik mag mijn onprofessionele meningen aan iemand doorgeven. Dat mag ik. Het zou wat mooi zijn als ik in mijn privéleven ook nog als een professional moet praten. Ik bedoel, ik moet dan ook maar een mens. Van Dijk Silos, die zeer geëmotioneerd was, laat in deze zaak weten weinig geloof te hebben in de rechtspraak. Uit haar voicebericht kan opgemaakt worden dat zij het vonnis verwerpt. Volgens haar lijkt dit meer een gevecht tegen de politieke partij waar Akin Botto lid van is dan tegen de politicus Sergio Akin Botto. Desgevraagd geeft de jurist aan dat indien haar uitspraken van invloed zouden zijn op de kwestie van Akin Botto, deze daadwerkelijk een maatstaf zijn voor de rechtspraak in ons land. Als dit van invloed kan zijn, dan bevestigt het mijn mening. Ik heb gezegd in voice note. Vrouw, justitie is blind, hè? Voor de nieuwsgal in de hand. En het moet gelijk staan.